Rijsburgse Boys, zevende wedstrijd van het seizoen. Wat verwacht jij ervan vandaag? Geen makkelijke wedstrijd. Rijsburg heeft, als je naar de spelers potentieel kijkt, een goede ploeg. En maar ja, gelukkig dat de statistieken richting Rijsburg wat meer in ons voordeel spreken dan afgelopen week. Je hebt weer wat aanvallende mogelijkheden erbij, met Benson en Shell Doel zitten weer bij. Ja. Ze beginnen wel op de bank. Met wie begin je? Dan vraag je de opstelling en dan zal ik je daarna uitleggen waarom Benson en Schotel op de bank beginnen. Raymond van Emmerik in de goal, Tony Tol, Jeffrey Buitenhuis, Dennis Hollard, Jim van Alst, Ashraf Nemi, Oktay Oosterhuis, Mike van der Laar, Michael de Harder, Frank Schaap en Brian Burgerhout. Zo gaan we spelen. Ik had het liefst met mijn technische staf Fred laten beginnen. Fred is erg voorzichtig. Fred heeft in april, mei nog een hamstringblessure opgelopen. En is nog niet, voelt zichzelf nog niet 100% conditioneel op orde. Hij zegt, ik denk dat ik 30 tot 45 minuten kan spelen maximaal. Ik zeg, nou, dan kun je toch ook vanuit de basis beginnen. Ja, geef me iets meer tijd. En als een speler met dat gevoel zit, dan moet je daarin, vind ik, niet halsstarrig vasthouden aan je eigen inzichten. En hem vanaf de bank gaan brengen. En Gerson Schotel die is tot afgelopen week alleen maar individueel aan het trainen geweest. En heeft pas deze week voor het eerst met de hele groep mee kunnen trainen. Dus we zijn blij dat ook hij weer bij de groep is. Dus dat betekent dat je aanvallende wat breder in je mogelijkheden komt. Maar voor hem geldt ook hetzelfde feit dat hij maar een gedeelte kan spelen. En daar kun je er niet te veel van hebben natuurlijk in je team. Want ook Oktay Oosterhuis, die vandaag gaat starten in de basis. Die is, denk ik, als je kijkt naar zijn trainingsarbeid die hij heeft verricht, nog niet in staat om 90 minuten te spelen. Of het moet anders blijken, maar daar heb je mee te maken. En je zal denk ik Kees Toet missen in de opstelling. Kees die heeft vorige week een forse tik gehad rondom zijn ribbenkast. Hij had ontzettend veel, had vorige week al problemen. Er was in de rust al een vraag of hij het einde zou volmaken richting de wedstrijd. Kees heeft maandag en dinsdag individueel getraind. Heeft veel medicatie gekregen van de dokter. Heeft donderdag getracht mee te trainen. Heeft kunnen meetrainen, maar geen duels kunnen aangaan. Heeft heel veel moeite met de ademhaling als hij die ribbenkast uitzet of in elkaar gaat. En hij belde mij, of hij liet mij vrijdagochtend weten dat deze wedstrijd helaas te vroeg voor hem kwam en dat hij verstek moest laten gaan. Nou ja, dus dat is de reden waarom ook Kees Toet er niet bij is. Je hebt het ook al een aantal weken over Zonneveld die eraan zit te komen, maar hij zit er nou weer niet bij. Nee. Is het weer een tegenvaller? Nee, ja, in zoverre dat ik had Patrick qua fitheid iets verder ingeschat. Patrick die voelde zich nog niet vrij, kan zijn standbeen nog niet vrij neerzetten om de bal te trappen. En ook daarin moet je niet geforceerd te werk gaan. En dan maar een weekje langer. Maar we gaan komende week weer kijken hoe die er nou volgende week toe uitziet. Succes vanmiddag, dankjewel. En naast alle genoemde geblesseerde spelers ook Nabil El Ghourari dus nog niet bij de spelers die IJsselmeervogels vandaag kunnen vertegenwoordigen in de wedstrijd tegen de Rijnsburgse Boys. Beide teams kennen elkaar natuurlijk goed en veelvuldig tegen elkaar gespeeld in de afgelopen jaren. Dit is een bekende Ignacio, ex-speler van Spakenburg, goaltjesdief en hij is gevaarlijk in de eerste minuten van deze wedstrijd. Oosterhuis dus nog niet voor 90 minuten. En Benson en Schotel ook niet op de reservebank. Dit is een andere bekende, maar dan van IJsselmeervogels van vorig jaar. Ismaël Tjelen. Hij wordt liefkozend Pirlo genoemd bij de Rijnsburgse Boys. Krijgt daar toch vrij veel ruimte om te koppen. Ik zou zeggen, waarom wordt hij niet wat sterker verdedigd bij deze kopkans? Maar hoe dan ook, het is al snel in de wedstrijd. 1-0 voor de Rijnsburgse Boys. En dat willen de boys weten. Hoekschop van Rijnsburg, weggekopt door IJsselmeervogels, niet goed weggewerkt. Tweede kans voor een voorzet, weer vanaf de linkerkant. Daar is onze keeper, Raymond van Emmerik. Hij keept goed als stand-in voor Zonneveld, dus nog geblesseerd. Maar van Emmerik heeft zich goed laten zien in de afgelopen wedstrijden bij IJsselmeervogels. Aanval van de Vogels. Aan de linkerkant is ruimte bij Michael de Harder.
creëert wat ruimte voor zichzelf voor een schot en doet dat prima in de korte hoek. En zo is het al snel na de 1-0 alweer 1-1. Kijk hoe de harde dat doet. Profiteert van een klein beetje ruimte. Twee man op hem af en net voordat ze bij hem zijn schiet hij in de korte hoek. En daar is Richard van Nieuwkoop. Ja, kansloos blijkbaar op het schot van Michael de Harde. En 1-1 is de stand. Chelen met een paas. Die komt half aan en IJsselmeervogels kan overnemen. In het centrum is ruimte. Goeie paas op de Harde. Die moet op volle snelheid op de goalie van Rijnsburg af. Net iets te kort om te kunnen schieten. Hoekschop van de Harde. Ingekopt op het dak van het doel. Osturk was bijna succesvol. Maar de bal gaat over het doel van Rijnsburgse boys. Dat hier een aanval opzet. Veel mensen aan de rechterkant van het veld. En daar gaat zomaar iemand liggen volgens mij. Maar de vrije trap is er. Twee man erbij, een schot in één keer. Van richting veranderd. En daar toch nog met het been, met het linkerbeen, Raymond van Emmerik. Bijna was daar de 2-1 voor Rijnsburg. Chelen gaat heel graag naar de grond na de overtreding. Die hij voelt aankomen van Osturk. En scheidsrechter Serik lijkt erin te trappen. Roept Osturk terug en laat hem alsnog het gele karton zien. Tja, of het nou echt zo'n overtreding was. Het was niet helemaal goed te zien, maar Chelen ging in ieder geval heel graag naar de grond. Aanval van Rijnsburg vanaf de linkerkant. Indraaiende voorzet, lastig voor de keeper. Maar hij klemt hem goed van Emmerik. Weer Rijnsburg. Op zoek naar een nieuwe kansrijke aanval. Weer vanaf de linkerkant van het veld. Wat ver naar buiten gedraaid volgens mij voor een echt gevaarlijk schot. Maar de bal gaat in het zijnet, het schot van Ignacio. Tweede helft, IJsselmeervogels. Het schot wat naast het doel gaat van Nieuwkoop. Maar IJsselmeervogels aan het begin van de tweede helft de betere ploeg. Hier een prachtige paas en een heerlijk schot en een geweldige redding. Een schot op de lat, komt die schaap nog? Nee, geen goal. Maar wat een mooie paas en wat een schot van Michael de Harder. Hij weet precies wat hij doet. Vingertoppen, lat. En daar is Schaap. Kopt wel naar de grond. Maar niet moeilijk genoeg voor Van Nieuwkoop. En zo blijft het 1 tegen 1. De Rijnsburgse boys met net zo'n aardige kans overigens. Met een mooie redding ook van Van Emmerik. De bal doorgekopt bij de eerste paal. Leonard kopte de bal. Maar de keeper van IJsselmeervogels was daar op tijd bij. Aanval van de Vogels. Mooie paas door het centrum. En hier net te weinig ruimte om nog kansrijk te worden, Nemi. De bal wordt van zijn voeten afgehaald. Maar het was een goede fase, ook voor IJsselmeervogels, aan het begin van de tweede helft. De Rijnsburgse boys met een volley wel wat ver over het doel. Maar Marvin Wijks dacht, als deze zit, dan kom ik ook vier keer in de herhaling. De bal gaat ver over het doel heen en dus geen 2-1 voor zijn team. In het veld gekomen, Benson. Voor Frank Schaap. Overtreding op hem gemaakt. Niet voor gefloten. Aanval gaat verder. Dit is toch een kans. Maar het schot gaat op de vuisten van de keeper van de Rijnsburgse boys. En dus geen doelpunt voor IJsselmeervogels. Osturk verliet later het veld voor Shotul. Die dus nog in het veld kwam. En hier de keeper van IJsselmeervogels met een goede redding. En zo bleef het 1 tegen 1. Was het eigenlijk wachten op degene die de goal zou maken. Want die zou de wedstrijd eigenlijk ook wel winnen. Michael de Harder hier. Technisch hoogstandje, een goede paas. En ook een aardige aanval van IJsselmeervogels. Veel mensen van Rijnsburg wel mee terug. Voelen het gevaar aankomen. Mooi paasje binnendoor. En Benson. Had hij zichzelf in één keer, nou onsterfelijk nog niet, maar toch wel heel belangrijk kunnen maken in deze wedstrijd. Maar zijn schot gaat naast het doel. Rijnsburg nog. 13 minuten te spelen. Goed eromheen gelopen en wat ruimte voor een voorzet. Die komt ook en daar is Pirlo. Maar de bal gaat over het doel heen. Had hij daar de onsterfelijke status op deze zaterdagmiddag misschien kunnen bereiken. Maar ook zijn schot gaat niet in de goal van de tegenstander. Ignacio met een voorzet. Weggehaald nog net. Door Van Alst van IJsselmeervogels. En dat was een goede kans voor het team uit Rijnsburg.
met nog een paar minuten te spelen. Is dit de Rijnsburgse boys in balbezit. Met een wat wilde bal. En een kopduel. Waar volgens mij ook een hand of een arm bij zit. Want Hollard gaat daar naar de grond. Wat is daar gebeurd? Nog eens even goed kijken. Ja, het is invaller nummer 12. Sardar die daar met de elleboog naar voren het kopduel aangaat. En terecht een rode kaart krijgt natuurlijk van de scheidsrechter. Dan nog even een opstootje daarna. Ja, natuurlijk is Jeroen Hissing daarbij. Zo kennen we hem. Ik zie dat zelf liever niet eerlijk gezegd, maar Hissing is een absolute winnaar. En wil dat in elk duel zijn en ook in dit duel. Hij pakt dat niet even slim op altijd. Maar de man die de overtreding maakte, gelooft het nog niet echt. Lijkt alsof hij zegt, ik kan er niks aan doen. Kwam namelijk laterlijk nog zijn excuus aanbieden in de kleedkamer, dat wel. Maar de rode kaart is een feit. Rijnsburg dus met 10 man, die krijgt hier nog een kans. Ignacio in blessuretijd. Had het maar zo nog 2-1 kunnen zijn met 10 man tegen 11. IJsselmeer volgens nog met een aanval en een goede kans, maar over de goal heen. En ook IJsselmeer volgens kwam niet tot scoren. En zo deelden beide ploegen de punten op deze zaterdagmiddag in Rijnsburg. Hebben ze eigenlijk allebei niks aan, maar 1 tegen 1 is de eindstand van deze wedstrijd. 1-1. Wat voor gevoel overheerst? Aan de ene kant misschien wel een goed gevoel dat je hier een punt pakt. Maar aan de andere kant heb ik ook wel het gevoel dat er toch meer in had gezeten vandaag. Dat we misschien toch wel 3 punten hiermee hadden kunnen nemen en misschien ook wel moeten nemen. Ja, dat gevoel heb ik. Ja, je zegt moeten nemen. Doe je dan de kans van Michael Deider bijvoorbeeld op de lat? Ja, daar moet je ook een beetje geluk mee hebben. En de rebound van Frank, voor hetzelfde gaat hij erin. Al met al denk ik een punt. Ja, dat we daar wel tevreden over kunnen zijn. Ja. Met je eigen inbreng vandaag? Ik vond je vrij sterk spelen. In ieder geval een stuk beter als vorige week. Ik had gewoon het gevoel, vorige week was gewoon minder van mijn kant. Ik was gewoon ook opgebrand om vandaag een goede pot te spelen. Om te laten zien wat ik kan. En ik denk dat aardig gelukt is. Ja. Dankjewel. Okay. 1, denk je terecht de uitslag? Ik denk het wel. We hebben allebei kansen gehad en zij hebben nog goede mogelijkheden gehad en wij ook nog. Dus al met al denk ik wel dat het terecht is. Maar welk gevoel overheerst bij je? Dat we het beter hadden uitgespeeld, dat wij de winnaar waren hier zo. Je had vandaag Ignacio als directe tegenstander. Moeilijke middag? Ja, zeker een moeilijke middag, maar dat weet je van tevoren. Als hij vanaf de flanken komt of in de spits, hij is fysiek sterk en je weet dat hij zijn lichaam gaat gebruiken. Dan moet je wat tegenoverstellen, maar als jij wat kilootjes minder bent, dan weet je dat je het zwaar krijgt. Maar je hebt het goed gedaan, toch? Ja, ik heb mijn best gedaan. Je moet gewoon strijd met strijd moet je aangaan. Dus ik denk wel dat het goed is gegaan. Al met al wel tevreden dus met een punt? Maar best wel dubbel gevoel. Want er kwamen zoveel ruimtes, ook in de tweede helft. En dan merk je gewoon, als je het beter had uitgespeeld, dat je gewoon nog die goal kan maken. En het is gewoon zonde. Natuurlijk is het ook wat anders op het veld, en of tenminste nu gewoon een normaal veld in vergelijking met kunstgras. Maar dat hoeft niet geen excuus te zijn, maar dubbel gevoel. Dankjewel. Frans, welk gevoel overheerst bij jou? Als je de wedstrijd bekijkt, dan verdienen allebei de ploegen denk ik niet om te winnen. Maar bij mij overheerst het gevoel dat als wij de ruimtes wat beter benut hadden, wat rustiger waren in balbezit, niet zo gejaagd, niet zo onnauwkeurig. En dat heb je met name in de eerste kwartier na rust gezien, toen hadden we die fase wel. Dat we daarin veel meer hadden kunnen creëren en hadden we hier ook met meer weg kunnen gaan. Maar nogmaals, de wedstrijd bekeken, verdient het niet één ploeg om te winnen vandaag. Dus dan ga je allebei met een punt weg. Ja, je ploeg leverde wel veel strijd, dat moet je ook content stemmen. Absoluut. Nee, dat is een voorwaarde, want het veld dat is een natuurgrasveld wat toch wat zwaarder oogt of lijkt. Het is wat zwaarder als dat het lijkt. En het is ook wat hobbeliger als dat het lijkt, want het lijkt een hele perfecte mat, maar dat is het nog lang niet. En
Ja, dat weet je met hun lengte en fysieke kracht met Ignacio, dat ze ook zij gevaarlijk blijven. Dat zie je ook op het laatst met 10 man, want ze koppen die bal door en Ignacio komt met zijn kont in de 16 meter. En is hij levensgevaarlijk, want zo scoort hij de meeste goals. En ik vind dat we het in die organisatie heel aardig gedaan hebben op de eerste paar minuten na waar we verzaken om de lopende mensen te volgen. Ja, de eerste paar minuten hebben we leken te overrompelen en daar komt eigenlijk de 1-1 uit de lucht vallen en je zit gelijk in de wedstrijd. Ja, dat klopt. We scoorden vrij snel de aansluitingstreffer en een hele mooie goal van Michael de Harder. Ik vond dat we ruimte hadden om te voetballen. Dezelfde tweede helft meer dan de eerste helft. En dan toch waren we onnauwkeurig en te gehaast. En dat vind ik zo jammer. Dat is een gemiste kans. Want we gingen weer met lange ballen spelen. En we moeten gewoon via het middenveld voetballen. Dat heb je in de rust ook gezegd, denk ik, tegen je mannen. Ja, ik heb gezegd, jongens, als je nou eens met vertrouwen gaat voetballen. En echt het geduld opbrengt om die bal van man naar man te laten gaan. Dan ontstaat die ruimte vanzelf. En dan kom je dichter bij hun 16 te spelen. Al met al tevreden met een punt voor de Scheveningen thuis weer. Ja, het is een punt waaruit je weer door kunt werken naar Scheveningen. En daar gaan we ons weer goed op voorbereiden. Dankjewel.